Veronica. En dan nu het hoogtepunt van deze avond. Want nu komt het grootste muziekspektakel aller tijden. De rockopera van Roger Waters, The Wall. Roger koos Berlijn als de gepaste locatie. En de afgelopen weken is hard gewerkt aan het grootste decor aller tijden. Namelijk een muur van 200 meter lang en 20 meter hoog. Op deze muur worden animaties en dia's vertoond. En dit alles wordt omlijst met een schouwspel van metershoge poppen, met vliegtuigen en met een heel leger zelfs. En natuurlijk met muziek. Live vanuit Berlijn. Joop Daalmeijer is daar en hij geeft ons het commentaar. Goedenavond vanuit Berlijn. Als alles volgens plan verloopt, begint op stip 10 uur, dat is over 2,5 minuut, het grootste muziekspektakel aller tijden. De Wall van Roger Waters, ex-leider van Pink Floyd. 37 landen zullen de Wall live of semi-live gaan uitzenden. En geschat wordt dat zo ongeveer 100 miljoen kijkers bereikt kunnen worden. Alle deelnemende tv-stations dragen voor het grootste deel de kosten van dit popspektakel, dat begroot is op zo'n 15 miljoen gulden. Ook de platenindustrie en de Europese gemeenschap dragen financieel hun steentje bij. Voor dat enorme bedrag is onder andere hier vlakbij de Brandenburger Tor een stuk niemandsland tussen Oost- en West-Berlijn een podium gebouwd van 168 bij 25 meter hoog. Het podium, er zit 130 ton staal in. Er zitten 15 liften in, kranen en bulldozers en natuurlijk stenen om een muur te bouwen. Het zijn speciaal ontworpen stenen, 2500 stuks en gemaakt van piepschuim. Ze zullen overigens in het kader van het internationale milieubewustzijn opnieuw voor iets anders gebruikt worden. Aan de hele productie doen 600 mensen mee, waaronder natuurlijk Roger Waters en zijn nieuwe band The Bleeding Heart Band. Verder Sinéad O'Connor, Cyndi Lauper, Jerry Hall, Mayhem Faithfull, Joni Mitchell, Van Morrison, Bryan Adams, de band en ga zo maar door. Voor dat podium, waaraan ruim 5 weken is gewerkt, zullen meer dan 150.000 mensen kijken en luisteren. Het laatste cijfer is 180.000 verkochte kaarten. En sommige schattingen komen uit op 220.000 mensen, toeschouwers op het terrein. En nog eens zo'nzelfde aantal daarbuiten. De meeste buitenlandse toeschouwers komen volgens de organisatoren uit Nederland meer dan 10.000. En verder zijn er bezoekers uit onder andere Frankrijk, Engeland, Amerika en zelfs Japan en Australië. De meeste kaarten zijn natuurlijk verkocht in West-Duitsland. Niet zoveel in het oosten in de DDR, omdat de toegangsprijs nogal hoog is, zo'n 50 gulden. Veel DDR-burgers hebben zich dan ook buiten het hek verzameld en kunnen dan ook nog heel goed zien wat er gaande is op dat immense podium. Het was hier vandaag trouwens vanmiddag 2 uur... een sfeer als Woodstock van jaren terug of het popfestival in Kralingen. Mensen die gezellig zaten op handdoeken die zich gedeeltelijk hadden uitgekleed, want het is schitterend weer. De lucht is de hele dag strak blauw gebleven. En ik hoor dat het 10 uur is. Dat wil zeggen dat de Wall ieder moment kan gaan beginnen. Het is 21 juli 1990. Dit is de Potsdamerplatz in Berlijn. U gaat kijken naar de Wall. Ja, dit was het meest spectaculaire muziekspektakel dat ooit is vertoond. Meer dan 200.000 mensen waren erbij. En meer dan 1 miljard hebben het via de televisie mogen meemaken. En Veronica zond het live voor u uit. Wij maken nu even plaats voor het laatste journaal en komen daarna weer bij u terug.